Oh ja, Mustang. Ja, dude. Mustang kan alleen maar rechtdoor, hè. Don't fuck with the Mustang. Mustang kan alleen maar rechtdoor. Kijken wat er gebeurt. Oh. Nou, als we de harde bandjes onderzetten. Ik dacht heel even dat we dingen hadden. Als we gewoon meer power hebben. Ja, we hebben er al 100 belasting in. Dan dat niet per se meer te zijn. Harde bandjes. Zal het sneller zijn of niet? Ik denk het eigenlijk niet. Maar je loslaat op het moment dat je moet schakelen. Maar hou rekening met volgende week dinsdag. Niet aanstaande dinsdag, maar volgende week dinsdag. Oppassen dat ik niet spin. Deze bandjes zijn daar iets minder voor geschikt. Ik merk ook wel dat ik al minder grip heb. Maar we zijn eerder bij deze gasten, zie je dat? Die kwamen pas hier in de tunnel tegen. Volgens mij op deze plek. Tape is de oplossing. De game van Smash, waarom Koningsdorm? Met dit soort bochten die nu volgen, denk ik niet dat ik deze vol gas kan nemen. Ja, nu sowieso niet. Omdat er een andere auto in de weg stond, maar... Hier ging ik gewoon net te hard op het gas. Zonder het? Nou, het klinkt misschien gek. Ik hou echt van de head-up display van Gran Turismo. Ik vind het zo clean, stijlvol. Dat klinkt misschien heel gek, maar... Zeg maar, deze look, deze. Dit vind ik perfect. Dit is voor mij Gran Turismo, dit. Ik krijg een beuk. Maar deze Lamborghini kwam me ook pas veel later tegen. Net op deze blauwe Lamborghini kwamen we drie bochten verder pas tegen. Ja, ik moet altijd kijken naar de timings gewoon, Venereo. Dat is ook wel een ding. Dan weet ik hoeveel risico. Ik kan en moet nemen, want we zitten zeg maar wel op het stuk van de carrière modus. Dat het nu wel pittig begint te worden, weet je wel. Kijk, hier moet ik liften. Dat hoeft met die medium band hoeft dat niet.
1,59 ook. Het maakt niet zo heel veel uit, dus. Ik verlies wat in de bochten, maar ik maak weer heel veel goed op het rechtstuk. Maar toch zijn we sneller bij de tegenstanders nu. Het stuk loop ik wel echt hard in op, hoor. 8.8, 8.7. Je trouwens niet storen dat er steeds een waarschuwing is voor break? Oh, dat kan je gewoon uitzetten, hoor. Dat kan je uitzetten, Sven. Dus break light indicator. Voor mij hoort het gewoon bij onderdeel van de UI inmiddels. Ik kijk er niet echt meer naar, want het klopt voor geen meter, maar om een of andere reden, het klopt nog minder dan bij GT Sport. Hier is die vaak gewoon veel te laat. Bij GT Sport weer veel te vroeg bijvoorbeeld. En veel te vroeg kan ik me voorstellen, want break indicators zijn voor mensen die niet heel erg bekend zijn met de baan of zo, weet je wel. Dus het is super handig, maar je kan beter te vroeg zijn, omdat je ook nog reactietijd hebt, dan te laat. Want ja, dan ben je te laat. Wat voor rig gebruik ik voor je stuur? Mijn rig? Is het PlayStation Challenge. De campingstoel. waarbij je hem erop kan monteren. Ik moet nog. We zitten in ronde 4 van de 5. Maar we zitten al op driekwart van dit rondje. Kijk, we komen ze bijna een ronde eerder tegen. Dan vorige race. Toen we hier die kutte fout maakten. 3 keer zelfs. Ja, goedemiddag Joshua. Ja, je moet het niet afstellen terwijl je erin zit, inderdaad. Ja, ik wil ook upgraden, man. Ik wil heel graag upgraden, maar money is tight at the moment, dus voorlopig even niet. Komt vanzelf wel. Het is ook niet een tijdelijke hobby of zo, dus nu moet het gebeuren wel. Kom op. Ja, 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 ja
Nee. Nee! Oké, dit was heel kut. Dit was echt heel kut. Veel te laat gerend bij die ene bocht. Volgens gewoon volop hem inrammen bij de volgende twee. Ja. Overwinning is in de pocket, dat is het belangrijkste. Ja, dat was een Fiatje. Hey, buster! That's a bus! How does it rain down in Africa? Gonna take some time to do the things you never had. Waar was dit ook alweer? Ja, Catalonia. Dat is prima. Dat is helemaal prima. Wat zou het zijn? Medium bandjes of soft bandjes? Ik ga toch mijn medium bandjes proberen. Even kijken hoor. Deze muziek vind ik dan wel weer sick hoor. Is dat van Apocalypse Now? Waar is het ook alweer van? Er zijn ook wat, net wat meer technische gedeeltes in, denk ik. Nou, dat is ook niet helemaal waar natuurlijk. Ik heb nog weinig liveries zelf gemaakt. Straks in die snelle bocht omhoog. Wel even traction control moeten aangooien. We gaan zien. Als het kut gaat, dan. Vooral omdat je ook deze gasten moet zien te ontwijken. Ik heb het idee dat hij hier dan te graag wil uitbreken. Maar. Het lijkt mee te vallen. Vooral als je iets naar binnen moet sturen, dan. Begint hij bijna te krijsen. Deze Ferrari heb ik dus ook. Ik ga nog even Alfa Romeo PSC halen, omdat die best wel OP was in GT Sport. Dus even kijken hoe die hier is. Ik vind het alleen een lelijke auto. En je wil ook gewoon wat vets hebben, toch? Je wil ook in een vette auto rijden. Ik begrijp Smash Rocket dus voor geen ene meter, weet je wel. Die gaat meerijden in de GT7 League in een Beetle. Omdat die Beetle tyfus hard gaat. Ja, dat is zo. Maar je gaat toch niet in een fucking Beetle rijden als je in de Ferrari, Porsche, Aston Martin, wat je ook maar wil kan rijden. Kijk, dit zijn ook kutplekken om buitenom te gaan. Gelukkig zat ik er net nog genoeg voor. Ik wil niet helemaal naar buiten hoefde. En hier maakte hij een foutje. Ja, dan duik ik weer erin. Hoe vinden jullie trouwens Drive to Survive? Ik heb nu denk ik 3-4 afleveringen gezien. Ah, ik vind het wel weer vet hoor. En wat is die Norse harde kerel zeg? Als in koud. Naar Daniel Ricciardo. Ik heb het idee dat ze elkaar niet echt mogen. Wel een beetje gas op die lolly zetten. Ik heb het idee dat ze de braking indicator gefixt hebben, man. Echt op het begin was die echt kut, man. Maar ik zie dat hij nu de hele tijd knippert wanneer ik rem. Dus dat is een goed teken. Nou, hier is hij weer veel te laat. Never mind, ik heb niks gezegd. Force is strong.
dankjewel voor die follow. Welkom bij de stream. Iets te laag in de vloer weer. Dat kost net wat te veel kracht. Ik ga toch ook niet in de Clio rijden, of Swift, wat de fuck het ook is. Als je de vetste auto's ter wereld kan hebben. Dat kost me echt veel op het rechtstuk, man. Lekker mee te genieten. Ah, dat is mooi. Dat is waarvoor we het doen. Kijk, hier ook weer. Oh. You're stuck in traffic, man. Dit is een sikke manoeuvre, dat zeg ik het wel. Die zijn echt heerlijk om te doen. Ik kom... Ah, dit is zo kloten. Ik kom echt de hele tijd op de fucking choke points. Kom ik traffic tegen. Kijk, en nu wordt het wel heel lijp, wil ik nummer 1 nog achterhalen. Oh. Dit helpt dan ook niet. Ja, het staat allemaal in documenten, De Nero. Maar we hebben ook een paar special events. Met speciale auto's van een bepaald bouwjaar of komaf. Net zoals in de career mode eigenlijk, zeg maar. Maar die hoor je wel ruim van tevoren, hoor. Hier lijkt het bijna alsof die stilstaat, joh. En dan pakken we het binnenkantje. Force is strong. Ik schakel zelf, ja. Zelf schakelen is echt veel sneller in deze game. En als je dat nog nooit gedaan hebt, dan lijkt dat misschien echt heel erg moeilijk. Trust me, ik heb in dezelfde schoenen gestaan als jij. Verplicht jezelf gewoon. Ik heb het mezelf verplicht vanaf Gran Turismo 4. Ik weet nog letterlijk ook mijn eerste race. Was in een Supra. Op Laguna Seca. En oh, die adrenaline van het opschakelen, terugschakelen. En toen deed ik het nog helemaal verkeerd, hè. Dus echt, moest het 10 keer opnieuw doen voordat ik enigszins een beetje een fatsoenlijk rondje reed. Maar het was zo vet. Het was zo fucking vet. En daarna wil je niks meer anders. Anders voelt het alsof je bot uit is aan het rijden. En je bent gewoon sneller, je kan sportiever rijden wanneer je even in moet houden door op de rem te trappen.
Even eentje terug. Of grip vinden bijvoorbeeld. Soms zit je in een bepaalde power slide of gewoon überhaupt bij je aan het spinnen. Eentje terug, een beetje op de rem, eentje terug. Pluk. En in één keer voel je die auto grip hebben. En dan ga je weer verder. Hier mis ik de apex volledig, helaas. Daar moet je dus nooit de curve raken. Ik had iets meer gas bij moeten geven daar, maar loopt gelukkig goed af. Dat ik echt weer in de laatste ronde gebeuren. Heb je ook een rondstuur? Niet bij deze. Trustmaster een T300 had ik wel een rondstuur en een Formule 1 stuur. Maar ik ga denk ik voor deze nog een rondstuur kopen. Dan kunnen we wel kijken. Nürburgring. Deze ga ik sowieso niet eerst worden, maar mag de pret niet drukken. Hier gaan we sowieso wel wat zachtere bandjes onder zetten. Ik denk dat wel handig is. Oké, dat hebben we hier nu. Oké, dat is prima. Daar gaan we. 58, dan denk ik dat je er meer hebt. Nou, weet ik niet. Ik denk dat we ongeveer hetzelfde hebben dan. 600 voor losse pers. Kijk, dat kan misschien nog wel interessant zijn. Als je maar voor PC en PlayStation hebt. Ik ga uiteindelijk wel een drive-up kopen, maar... Ik denk dat ik dat ga kopen op het moment dat... dat Forza 8 uit is. Trouwens, hier zetten we zeker wel een traction pakken. Nee, we zetten geen traction control erop. We gaan het gewoon proberen. We gaan de Nürburgring proberen zonder traction control. Dit is overigens ook wel een tricky bocht voor traction control. Gele vlag, geen idee waarom. Ik weet niet wat er is gebeurd, maar... Dit is zo kut, hè. Ignore de yellow flag! Wat is dit nou weer? Oh. Yo, Splitstore. Ook dat is een setup, Fishdick. Ook dat is een setup. Hey, LG is al lang geen budgetmerk meer, man. Dat was vroeger zo. 10 jaar geleden was LG echt een budgetmerk. Tegenwoordig niet meer. Tegenwoordig is het vergelijkbaar met Sony. Dutje doen? Oh, ga genieten van de zon dan. LG C1 in 3 maanden kapot. Hey. LG C1 is een fantastische tv, man. Ik kan bijna niet beter krijgen. Ja, ik mag hem dus niet inhalen. Waarom? Gele vlag. Dat kost mij tijd. What the fuck? Het lukt al niet om hier eerste te worden. En dan krijg ik met deze onzin te maken. Maar LG C1 is een fantastisch toestel, man. Mijn broertje heeft die ook.
Je hebt gewoon pech dat die kapot is gegaan. Ja, het is elektronica, het kan kapot gaan. PlayStation gaat ook wel eens kapot, maar PlayStation niet kut. 8 dagen volop zonder Curaçao. Oh, heerlijk man. Ik zat er ook weer aan te denken om naar Curaçao te gaan voor mijn verjaardag. Ik ben volgende maand jarig. Ja, Curaçao, een soort van mijn second home. Ik wilde ooit gaan wonen. Oké, nu komen we op het tricky gedeelte. Waar op Curaçao? Nou, waar ik woonde was... Santa Rosa, dat wat niet een hele goede wijk is, maar wel fantastisch. Maar waar ik uiteindelijk ga wonen, geen idee. Ik had al wel gekeken naar appartementen bij Jan Tiel in de buurt. Het is niet heel duur hoor. Ik 15e man. 15e word ik 34. Tijdens de Nürburgring praat ik trouwens altijd wel een stuk minder hoor. Dan moet je zelf wel snappen waarom. Wat een lul. Ah, oh, dat hij me al had opgegeven.
Ik denk niet dat ik het ga redden hoor. De eerste niet, maar ik denk ook niet eerst in het kampioenschap. Het is net te ver weg. Had ik toch harde bandjes moeten nemen en meer power. Nee, is niet genoeg voor eerst in het kampioenschap, helaas. Raar. Ik had niet het gevoel dat we hem heel slecht hebben gereden. Maakt dat het verschil, Night of Tank? Kan dat hier überhaupt? Polarbier, ja man, lekker. Dan moet ik zeggen, de laatste keer dat ik daar was, was er niet heel veel polar meer. Alleen bij de kleine bodega's. Ja, maar tellen ze dat niet bovenop je performance points dan? We zijn eerste geworden! Oh, precies een even aantal punten. Fucking mazzel. Oh my god, wat een mazzel. Holy shit, die zag ik niet aankomen.